Op basisschool De Gaarten in Beek en Donk zijn woensdagmorgen twee kinderlintjes uitgereikt. Eén aan Joey Gruiters en één aan Timo Verrijken. De twee jongens hadden een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen voor Kika, kinderen kankervrij. Ook verkochten zij koffie en lekkernijen aan de mensen die kwamen kijken. De jongens waren gegrepen door het verhaal van twee broertjes die kanker hadden. Eén van hen is inmiddels overleden. Speciale dag en jullie hebben al gezien dat er heel veel gasten in de school zijn. Mensen met camera's. Wie weet het, Jessie. Mag je dat dan doen namens de gemeenteraad? Zo doen we dat ook met de jeugdgemeenteraad. Voor de jeugd, voor de kinderen in Laarbeek. En hoe gaat dat dan? Nou, dan roepen wij de gemeenschap op om iemand te nomineren, zo heet dat dan. Iemand in positie te brengen. Iemand die weet dat bijvoorbeeld. Jullie zelf genomineerd, dat is heel belangrijk. Maar vertel eens even, wat hebben jullie gedaan voor Daan en voor Teun? We hebben geld ingezameld voor Kika tegen kanker. Ja, en hoe ging dat? Hoe ging dat, Timo, dat geld? Wat heb je daarvoor gedaan, voor bedacht? Een sponsorloop. Ja, en vertel eens, want je hebt nog veel meer gedaan. Koeken bakken. Ja. Ja. Hoe dan ook, jullie kennen het verhaal van Daan en Teun, van de broertjes die... Ja, allebei heel ziek zijn. Eentje is al overleden, dus jaren geleden. Daar hebben we trouwens heel veel verdriet van gehad, wij allemaal. En nou goed, jullie vonden dat een aanleiding om te zeggen, ja, dat vinden wij ook verdrietig, maar wij willen daar iets voor doen. En jullie hebben geld ingezameld voor Kika. Dat is een organisatie die kinderkanker bestrijdt en daar allerlei goede dingen mee doet. Toch? Daar ging het om, hè? Ja. Het kwam zomaar in je op. Ja. En bij jou kwam het ook zomaar in je op? Je zei, kom, laten we dat samen doen. Nee, ik had gewoon het idee van, nou, ik wil eens een keer wat doen tegen kanker, want het is wel een groot iets. En ik vroeg dan aan die meester, want toen zat ik nog bij Paul in de klas. Ja, maar Paul, die Paul, ja. Ja, meneer Paul. Sorry, meneer Paul. Ja, en ik had toen het idee om iets te gaan doen. Ja. En toen mocht ik dat met Timo gaan doen. Ja, dus je hebt dat samen met Timo gedaan en... Ja, dat is opgevallen. Heel veel mensen vonden dat niet alleen heel stoer, maar ook wel goed dat jullie dat deden. Het is altijd goed om samen soms verdriet te delen, als iemand overlijdt in het geval. Maar het is hartstikke goed om de schouders onder te zetten en om te kijken wat je kunt doen, Timo, toch? Ja. Want dat doe je ook namens de jeugdgemeenteraad. Ja. Jij bent wel bewogen dan, hè? Want de jeugdgemeenteraad hier, die staan hier achter mij, die staan al klaar om jullie daarvoor te eren. En dan haal ik even de jeugdburgemeester van naar voren. Want die heeft iets bijzonders bij en dan gaat ze voorlezen. Ja, Imke ook, allebei naar voren. Want die kan natuurlijk mooi alleen, daar heb ik hulp bij nodig. Kom maar even bij me staan. Kom maar even hier staan. En we gaan nu over tot de officiële uitreiking. Heel plechtig moment. En dat doen we door in elk geval het certificaat voor te lezen en om dadelijk ook nog wat uit te reiken. Elise, begin jij met het voorlezen? Ja. Ja? De jeugdgemeenteraad van Laarbeek heeft besloten het Laarbeekse kinderlintje te kennen aan Timo Verrijken. Omdat Timo een sponsorloop heeft georganiseerd ter ere van Daan en Teun de Groot, heeft hij geld opgehaald voor Kika. Namens de jeugdgemeenteraad, de jeugdburgemeester en de burgemeester. En daar staat dan onze handtekening onder. En dat mag je nu overhandigen en ik krijg het daar nogmaals. Nou ben jij de voor Jo. En ook een geweldig applaus voor Jo. En de We hebben nu het certificaat, hè? Dat is deel 1. Maar er hoort nog meer bij, hè? Heel goed. Heel goed. Dus mannen, geniet ervan. Je krijgt nog een afsluitend applaus. En,